Ja, hier in de Dutch IT Studio is Wouter Kroon, Head of Public bij Contexa, te gast. Welkom. Dankjewel. Wat doet Contexa? Contexa, wij zitten in de wereld van Decision Intelligence. En dat betekent dat wij organisaties helpen om met meer inzicht uit hun data de juiste beslissingen te laten nemen. En dat doen we voor banken en voor overheidsinstellingen. Met name op het gebied van witwassen, financiële criminaliteit en dergelijke. Okay. En wat zijn de trends rond deze toepassingen? De trends die wij zien is dat in de behoefte om steeds meer data te verzamelen om die beslissingen goed te kunnen nemen, dat organisaties steeds ook meer kijken naar ongestructureerde data, om die toe te voegen. Bijvoorbeeld nieuwsartikelen, informatie uit andere bronnen. En daar zijn wij ook druk op aan het inzetten. En dat doe je niet alleen, dat doe je ook met partners, heb ik begrepen. Zeker, ja. Alle usual suspects zou je kunnen zeggen. Een beetje afhankelijk per land, wie waar zit. Maar laten we zeggen, grotere adviesbureaus die overheden of organisaties adviseren op het gebied van digitale transformaties. En daar onze software in meenemen in hun advies. Oké. En heb je al een interessante business case die je met het publiek kan delen? Nou, een interessante is bijvoorbeeld de Belgische Belastingdienst, die nu in staat zijn om op een hele snelle en efficiënte manier data bij elkaar te brengen. Dat heeft voor hun in ieder geval winst opgeleverd dat onderzoeken in plaats van weken nu minuten duren, waardoor ze ook in staat zijn om veel meer onderzoeken te doen. En ook sneller betalingen tegengaan die anders onrechtmatig zouden zijn gegaan. Een hoger hit rate hebben bereikt. Okay. En binnenkort hebben jullie volgens mij ook een evenement voor klanten en geïnteresseerden. Kun je me daar wat meer over vertellen? Ja, dat heet QuantCon. Ja. Dat is Quant van Contexa. Dat is in Engeland op 12 maart in Londen. Daar zijn mensen natuurlijk van harte welkom, maar kan ook virtueel. Je kunt je registreren en dan op een juiste tijdstip kijken. Ja. Waarbij denk ik heel interessant ook de Public Sector Fraud Authority, dus dat is eigenlijk de nieuwe fraudewaakhond van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Zullen ook een presentatie geven om te vertellen hoe ze ons inzetten daarvoor. Oké, en wat kunnen we verder van jullie verwachten de komende tijd? We blijven groeien. We zijn een snel groeiende organisatie, ook in Europa. Dus ook in Nederland zullen we weer gaan uitbreiden. Zullen we nieuwe mensen gaan zoeken. En langzaam zullen we als een olievlek over heel Europa steeds meer mensen bij ons voegen. Dankjewel, Wouter. Oké.